Soms zijn we gedwongen om bepaalde beslissingen te nemen. Maar er zijn situaties waarin de moed ons daarbij in de schoenen zakt. We moeten, maar aan de andere kant willen we niet beslissen. Stel, jij en je man werken beide niet vol tijd, maar hebben toch 2 dagen in de week opvang nodig voor onze jonge kinderen. Die dagopvang wordt opeens zo duur dat je gedwongen bent om wekelijks een dag minder te gaan werken. Maar je staat voor de klas op een basisschool. Jouw ene dag minder werken betekent mogelijk dat niet alle groepen elke dag een leerkracht zullen krijgen. Dat ze soms naar huis worden gestuurd, waardoor andere vaders en moeders op hun beurt opvangproblemen krijgen. Het is om moedeloos van te worden. We kijken vandaag naar de Bijbellezingen voor zondag 11 december 2022. Eerst mijn uitleg bij deze teksten en dan wat vragen om over na te denken. Vandaag over de vraag: wie geeft mij nieuwe moed? De eerste lezing is uit de profeet Jesaja. Het boek Jesaja kent, verdeeld in 3 groepen, 66 hoofdstukken. De lezing vandaag behoort tot het eerste deel, tot Proto-Jesaja, hoofdstuk 1 tot en met 39. En de belangrijkste delen daarvan zouden zijn opgeschreven in de 8e eeuw voor Christus. In de 6e eeuw voor Christus leeft het Joodse volk in ballingschap in Babylon. Jesaja wil ze moed inspreken, het einde van de ballingschap nadert. De rivierdalen in Babylon zijn relatief vruchtbaar. Maar op de terugweg naar eigen land zullen de ballingen dwars door de woestijn moeten. Die troosteloze gebieden zien nu al uit naar het Joodse volk dat daar voorbij zal trekken. Die tocht zal eerst vooral westwaarts zijn tot de kust van de Middellandse Zee en dan verder naar het zuiden. Door het gebergte van Libanon, langs de berg Karmel, door de Sharonvlakte. Al van verre zullen ze de stad Jeruzalem zien liggen, de stad met grote goddelijke afglans. God zegt Jesaja de mensen moed in te spreken. Weer zelf de handen uit de mouwen steken, om weer overeind te krabbelen na die lange tijd van moedeloos in een hoekje blijven zitten. Houd moed, uw God zal komen. Uw God zal komen en 3 dingen doen: wraak nemen, vergelden en redden. Degenen die u in ballingschap hebben genomen, zullen streng worden aangesproken op hun daden. Dit in de hoop dat ze hun leven zullen beteren. De blinden, doven en lammen in de tekst, die staan voor mensen die geen toekomst meer zien. Het goede nieuws vanwege Gods redding niet meer kunnen horen. Aan de grond genageld staan, van ellende geen stap meer kunnen doen. Juist zij zullen door de komst van de Heer gered worden. Zij zullen terugkeren naar Sion, de berg waarop Jeruzalem ligt, de plek van waar ze van verre de glorie van de Heer al konden zien. Na jaren van pijn en gejammer in Babylon zullen ze vanaf nu louter vreugde en blijdschap kennen. De tweede lezing is uit de brief van Jacobus. Jacobus is de broer van Johannes. Ze werkte aan de boot van hun vader Zebedeus,
op het moment dat Jezus hen roept om hem te volgen. Salome, de moeder van Jacobus en Johannes, heeft bij Jezus aan het kruis gestaan. Volgens een middeleeuwse traditie was Salome een halfzus van Maria en Jacobus dus een neef van Jezus. Jacobus vertelt met welke instelling een christen moet leven, met de belofte van de komst van de Heer in gedachten. Het is en blijft een kwestie van geduldig wachten. Het vraagt om de nodige moed om het vol te houden. Want anderen zullen je lastigvallen met vragen waarom het allemaal zo lang duurt. Het is niet goed om elkaar, want ten onrechte, aan te klagen. En pas op, daarover zal je in het aanstaande laatste oordeel ter verantwoording worden geroepen. Bedenk dat de profeten uit het Oude Testament ook heel lang hebben moeten wachten totdat hun door God ingegeven profetieën tot waarheid werden. Ten slotte het evangelie volgens Matteüs. Vorige week hoorden we over Johannes de Doper als de roepende in de woestijn om de wegen van God recht te maken en om ons te bekeren. Ondertussen is Johannes gevangen genomen omdat hij koning Herodes beschuldigt van overspel. En later zal Johannes zelfs ter dood worden gebracht. Maar eerst treffen we Johannes nog levend en wel aan in de gevangenis. Hij laat zijn eigen leerlingen naar Jezus gaan met een vraag. Johannes trok zich terug in de woestijn om daar te prediken en op te roepen tot bekering. Het verrast hen dat Jezus juist wegblijft uit de woestijn, zich onder de mensen begeeft, daar mogelijk blootstaat aan allerlei duistere verleiding. Is Jezus werkelijk degene die we moeten verwachten? Of is ook Hij een valse profeet? Met andere woorden heb ik, Johannes de Doper, wel de juiste aangewezen als hem die na mij komt en groter is. Jezus antwoordt de leerlingen van Johannes niet door op zichzelf te wijzen als de werkelijk komende. Jezus wijst van zich af naar hoe het resultaat van zijn werken nu al zichtbaar is in de wereld. Aan wie eerst de waarheid niet kon zien, gaan opeens de ogen open. Wie eerst niet kon of wilde luisteren, hoort nu opeens wel. Wie niet meer vooruitkwam op zijn levensweg, kan nu opeens grote stappen zetten. Wie ziek was, lusteloos en levenloos, die staan opeens weer in het volle leven. Als we om ons heen kijken, is er misschien nog te weinig veranderd in de wereld. Dat wijst op de volledige komst van de Messias. Velen zullen zich daarover verbazen. Ze zullen je lastigvallen met vragen waarom het allemaal zo lang duurt. Maar daar moet je je niet aan storen. Jezus spreekt de menigte toe over het optreden van Johannes. Heb je hem in zijn woestijn gezocht om te zien hoe hij, net als een riethalm, met alle winden meewaait? Nee, je zocht iemand die vasthoudt aan zijn principes. Heb je gezocht naar een soort koning in de meest kostbare kleding? Nee, je zocht iemand die niet geeft om luxe en groot vertoon, maar iemand die een armoedige mantel draagt, sprinkhanen, wilde oning heet. Je zocht inderdaad iemand die werkelijk een profeet naar Gods hart is.
Jezus steekt de loftrompet over Johannes. Johannes is de grootste onder mensen, omdat hij zich tot instrument van God heeft laten maken. Omdat hij inderdaad de weg heeft willen voorbereiden voor hem die komen zal. In het Rijk der Hemelen, in Gods nieuwe wereld, zullen alle verhoudingen radicaal zijn omgekeerd. De kleinsten, de meest verdrukten en veronachtzaamden, zullen een heel andere kwaliteit van leven krijgen. Ze zullen leven als aardse koningen in een paleis, of met de meest kostbare kleding. Wat kunnen deze verhalen ons zeggen? Jesaja belooft de ballingen dat ze ooit uit Babylon weg zullen gaan. Maar daarbij zullen ze wel eerst door een dorre woestijn moeten trekken. Het moet eerst nog slechter worden voordat het weer beter zal zijn. En dat helpt niet om een voortvarende beslissing te nemen. Heb ik wel eens vastgezeten in een nare situatie? In zo beknellende omstandigheden dat ik de moed verloor en niks meer kon doen. Bijvoorbeeld een baan waarin ik me ongelukkig voelde, maar die ik wel moest behouden om in mijn onderhoud te voorzien. Want zie maar eens wat anders te vinden. In zo'n benarde situatie is het moeilijk om te vertrouwen op profetisch advies, zelfs als dat redding belooft uit onze narigheid. Op wiens belofte durf ik te vertrouwen? Wie geeft mij nieuwe moed?